Erwin van der Looy, de wedstrijd tegen Heerenveen. Dat had een verlossing kunnen zijn. Geldt dat ook voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle? Ja, qua punten denk ik wel. Zeker. Dus als je 35 hebt, dan is het ongeveer 100% zeker klaar. Alleen, ze hebben het eigenlijk niet benaderd. We hebben gewoon Heerenveen gekeken. Wat moeten we beter doen? Ik vond dat we tegen Heerenveen best oké speelden. Alleen het laatste, in allebei de 16's, was het net niet goed genoeg. Dus ondertussen ook alweer een tijdje geleden natuurlijk. We hebben daarna nog tegen Utrecht gespeeld, vriendschappelijk. Dat hebben we ook goed gedaan. Dus we zijn gewoon doorgegaan met beter proberen te voetballen. De 14 dagen dat je nou niet voor de competitie gespeeld hebt, is dat een nadeel of een voordeel? Nou, ik vind het een beetje een nadeel, want we zaten er best goed in. En we zaten best in een goed ritme. Maar we hebben, wat ik zei, we hebben vorige week tegen Utrecht gespeeld, vriendschappelijk. 0-0 tegen hun, dat was ook een prima wedstrijd van ons. Dus we zijn gewoon doorgegaan. Hè. Voor het publiek zijn we natuurlijk even weg geweest, maar we hebben gewoon iedere dag hard doorgewerkt. Nou ben jij geen Overijsselaar, maar de Twentse derby, of nee, de Overijsselse derby, is natuurlijk wel iets bijzonders. Ja, ik weet het. Dus ik lees me in. Dus ik kom misschien niet helemaal uit de streek, maar ik begrijp wel waar het over gaat, hoor. We hebben al de Twentse derby gehad, en dus dit is er weer één. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, als trainer kijk je natuurlijk, wat doet de tegenstander tactisch, hoe staan ze op het veld, waar liggen voor ons kansen en waar moeten we voor oppassen, dat soort zaken. Zo kijk je naar een tegenstander. Je analyseert het los van het sentiment, maar ik begrijp ook wel dat de wedstrijd, als die gespeeld wordt, ook altijd vol met sentiment zit. Dus dat speelt ook mee. En Zwolle is een ploeg die vind ik heel goed kan voetballen. Als je ze tijd en ruimte geeft om te voetballen, dan kunnen ze echt wel wat. Ja, dus dat betekent weer dat we ze dat niet moeten laten doen. Dus die tijd en die ruimte geef je ze gewoon niet? Nee, precies. Dat is de bedoeling. Dus volgens mij is dat de opdracht aan ons. De laatste uitwedstrijd was bij Sparta. Dat hebben we goed gedaan daar met elkaar. Nou, daar willen we gewoon graag een vervolg geven. Hoe ziet jouw team eruit? En met andere woorden, hoe staat jouw team er fysiek voor? Ja, ik denk best goed. Dus we hebben in ieder geval, je hebt het over fysiek, maar ik heb het meer over afwezigen. We hebben in ieder geval geen geschorsten, dus dat is alweer lekker om die groep wat dat betreft bij elkaar te hebben. Ja, we missen Emiel nog, maar aan de andere kant sluit Jannes aan. Dus dat is wel weer, komt weer wat breder erin te zitten. En dan hebben we natuurlijk nog de langdurig geblesseerden helaas, die kunnen er nog niet bij zijn. Emiel, zeg je, is er niet bij, Emiel Hansson. Ja. Hoe lang ben je hem nog kwijt? Ja, dat weten we niet. Dat gaan we nu kijken. Hij sloot aan, maar hij heeft een lichte terugval gehad. Dus we gaan nu kijken hoe ernstig dat is. Dus dat is hartstikke jammer. Voor hem, maar ook voor ons. Wedstrijd is uitverkocht. Ja, mooi. Nou, uitvak ook. Ja, hebben we al een paar keer meegemaakt. Dat we gewoon heel goed gesteund worden bij uitwedstrijden. En dat doet ons goed. Net als dat we hier in thuiswedstrijden volgens mij een mooie atmosfeer hebben. Dus kijken naar uit. Zondag eindelijk weer spelen. Het tactische plan is gereed. Zeker. Ja, natuurlijk. Nee, maar we hebben 2 weken niet gespeeld, zeg jij. Dus we hebben tijd zat gehad, toch? Nee, we hebben ons goed voorbereid, zoals we altijd doen. En dat is niks anders. Daar hebben we getraind. Daar hebben we over gesproken met elkaar. Daar hebben we op getraind. En we hebben ook gewoon ons eigen plan natuurlijk. Wat we altijd hebben, de dingen die we altijd doen, hebben we doorgetraind. Dus we hebben wat dat betreft 2 weken prima kunnen werken. Dat betekent dus dat er geen bijzondere dingen gebeurd zijn in die 2 weken? Nou, dat ligt een beetje aan wat jij bijzonder vindt, zeg het maar. Nou, nee, niet, ik bedoel niet iets, maar het zou kunnen zijn dat als je 14 dagen bij elkaar bent en niet speelt, dat er dan toch dingen gebeuren waarvan je misschien niet verwacht. Nou, ik kan zo niks verzinnen, maar nee, wat dat betreft was het business as usual. Maar wel voluit, hoor. We hebben gewoon geconcentreerd, goed gewerkt. Nu is het dan ons zaak om dat ook gewoon in de wedstrijd weer te laten zien. Hè. Dat was ook eindelijk in de voorbereiding naar Heerenveen. Zaten we daar ook goed in. Speelden we ook goed, vond ik. We waren zeker niet minder dan Heerenveen. Alleen je moet het afmaken en het zal dadelijk in Zwolle niet anders zijn. Gaf het jou een fijn gevoel dat Ajax op het laatste moment toch nog naast Excelsior kroop? Nou ja, tuurlijk. Je wil liefst dat de ploegen onder je zo min mogelijk punten pakken. Dat is hartstikke logisch. Dat zou een beetje raar zijn om te ontkennen, maar... Ja, ik heb al vaker gezegd, we kunnen heel lang naar de ploegen om ons heen kijken. Maar we moeten vooral zelf gewoon punten pakken. En dat doen we de laatste maanden al een stuk beter. Ik wens je ontzettend veel succes zondagmorgen in Zwolle. Dankjewel.